Ik vergelijk de jeugdhulp wel eens met een koekjesfabriek. Een enorm complex vol met bijzondere apparatuur en technologie waar maar één koekje uitrolt. Continu datzelfde koekje. Het smaakt wel redelijk, maar voldoet het nu echt aan wat ik lekker vind en nodig heb? Hulpverleners op zich heel goed, maar hulpverleners lijken zich niet te interesseren in waar iets vandaan komt. Ik had heel graag willen aangeven dat ik door seksueel misbruik en huiselijk geweld wisselend reageer op agressie, dat ik er niet altijd goed mee om kan gaan. Hulpverleners horen wat mij betreft gewoon te vragen naar waar komt het vandaan, daar interesse in te tonen en op die manier goede hulp kunnen bieden voor elk gezinslid. Dat gebeurt niet. En doordat dat niet gebeurt, is er van generatie op generatie een achterstand waar je als gezin zelf niet uit kan komen. Wat ik hoop voor de komende 4 jaar, en eigenlijk voor alle jaren die volgen, is dat mensen weten dat hulpverlening zeker voor jeugd meer is dan alleen maar zakelijk. Dat je moet kijken naar wat voor mensen je te maken hebt. Mensen die kwetsbaar zijn, mensen die meer nodig hebben dan wat er op dit moment geboden wordt. Luister naar mensen en help ze verder.